de kunstenaar Peter Sterkenburg, hier gefotografeerd rond 1985, is met name bekend om zijn schilderijen van schepen. Minder bekend is dat hij niet alleen schepen afbeeldde, maar dat hij vooral in het begin van zijn carrière, in zijn zogenaamde bruine periode, die duurde van 1975 tot ongeveer 1981, landschappen, ijsgezichten en stadsgezichten schilderde. Sterkenburg was een broodschilder. Zo begon hij zijn carrière met het schilderen van kleine doekjes met kippen. Die verkocht hij als warme broodjes, ook omdat de prijs maar een paar tientjes bedroeg. Hij maakte er soms wel 2 op een dag, maar de meeste werden niet gesigneerd omdat hij ze niet goed genoeg vond. In zijn bruine periode is veel van zijn werk erg donker. En een verslaggever van de Leeuwarder Courant merkte op dat zijn schilderijen een nogal bruine gloed hadden en dat de voorwerpen in zijn schilderijen niet meer van deze tijd waren, toen de schilder in 1978 zijn eerste solo-expositie had in de kapperszaak in het Friese dorp Hardegarijp, waar Sterkenburg destijds woonde. Peter Sterkenburg was een autodidact. En hij heeft zijn techniek vooral ontwikkeld door goed naar andere schilders te kijken. Dat verklaart waarom sommige van zijn werken doen denken aan bijvoorbeeld het werk van Mesdag. Wat wel opvalt, is dat de schilder al bezig is om een eigen unieke stijl te ontwikkelen. Gaandeweg worden zijn schilderijen lichter en krijgt hij ook het perspectief onder controle. Oefening baart kunst en dat wordt steeds duidelijker. Maar er is in het begin van zijn carrière nog weinig vraag naar zijn latere specialiteit schepen en de zee. De opdrachtgevers willen een landschap zoals dit Friese vergezicht of ze willen graag in de oude Hollandse traditie een ijsgezicht. De schilder komt aan alle wensen tegemoet, want er moet brood op de plank komen. Zo vond een Nederlandse verzamelaar in Berlijn dit stadsgezicht van rond 1980, dat nogal donker is, maar al bewijst dat de schilder bezig is om met licht te spelen. Maar aan het begin van de 80er jaren van de vorige eeuw wordt ook zijn talent ontdekt om boten en water af te beelden. En dat blijkt een schot in de roos te zijn. Dit is een doek uit 1981. Wat opvalt is dat zijn vermogen om water en lucht af te beelden volop in ontwikkeling is, maar dat de golven en de lucht nog lang niet zo levensecht zijn als in zijn latere schilderijen. Maar hij is op de goede weg. Kijk maar eens naar de lucht op dit doek uit 1983. Zijn schilderijen van tjalken, botters en bommen zijn zeer gewild en vormen in die periode het grootste deel van zijn oeuvre. Op zich is dat niet verwonderlijk, want zijn techniek is sterk verbeterd en de Waddenzee, waar veel tjalken te vinden zijn, ligt naast de deur. Ook bommen bij zonsondergang vinden hun weg naar nieuwe eigenaren, veelal in Amerika, waar ze gretig aftrek vinden. Maar de schilder krijgt steeds meer het gevoel dat hij een schilderfabriek is geworden. Rond 1984 ontmoet hij galeriehouder Aart Koster uit Schorl. Hier links op een oude foto met vrouw Dorle. Dat blijkt een schot in de roos te zijn. Koster laat hem vrij om te maken wat hij zelf wil en dat geeft de kunstenaar, hier schetsend aan de haven in Harlingen, nieuwe energie. In 1985 wordt in Galerie Koster in Schorl, hier op archiefbeeld, zijn eerste solotentoonstelling onder de titel Zeegezichten gehouden, gevolgd door een tweede expositie in 1986 genaamd De Schepen van Peter Sterkenburg. Hij begint nu ook andere scheepstypes te schilderen, zoals de Noordzee, een sleepboot van Smit Internationale in Rotterdam. Waarom is onbekend, maar de sleepboten van Smit worden vele malen door hem afgebeeld. Maar Sterkenburg heeft ook andere interesses. En als hij in 1986 als huwelijkscadeau een schilderij maakt van de F-16 van zijn zwager, die vlieger is op de vliegbasis Leeuwarden,
volgen er prompt twee opdrachten, zoals dit Squadron Starfighters boven het eiland Vlieland. Voor de details gebruikt hij plastic bouwmodellen die hij aan zijn plafond hangt. Ook de walvisjacht blijkt populair als onderwerp, want hij maakt in 1987 een schilderij dat Nederlandse walvisvaarders in de 17e eeuw voorstelt. Was dat misschien omdat hij in Harlingen werd geboren, de stad die ooit een centrum was van de walvisjacht? 10 jaar later schildert hij hetzelfde thema, maar dit keer zijn Amerikaanse walvisvaarders het onderwerp. Ook theeklippers en windjammers worden goed verkocht. De liefhebbers zijn blijkbaar onder de indruk van de schoonheid van deze zeilschepen. En omdat er veel vraag naar is en de schilder deze schepen zelf ook mooi vindt, worden ze in ruime mate afgenomen. Afwisseling vindt de schilder onder andere met een afbeelding van het onbemande gasexploratieplatform Zuidwal 1 op de Waddenzee, met de werkboot Sarah Maatje 11 op de voorgrond en een indrukwekkend doek van hetzelfde Zuidwal 1, nu een booreiland tijdens een onweer. Begin 90er jaren vindt er een grote verandering plaats in het leven van maritiem schilder Peter Sterkenburg. In 1991 wordt hij benaderd door Tom van der Werf, general manager van de KLM in Hongkong, hier links op de foto, die Sterkenburgs werk in een kunsthandel in Rotterdam heeft gezien en zeer onder de indruk is van de levendigheid van het schilderij dat hij in 1990 kocht. De KLM nodigt in die tijd kunstenaars uit, zoals Marten Reuling, Jozef Kals, Paul Huff en anderen, om in Hongkong te exposeren en Peter Sterkenburg past prima in die traditie. Na lang aarzelen, omdat hij tijdens de voorbereidingen voor Hongkong geen inkomsten zal hebben, wordt de schilder overtuigd dat dit een unieke kans is, maar hij wil eerst ter plaatse de luchten en kleuren in ogenschouw gaan nemen. Nadat hij zich in 1991 in Hongkong georiënteerd heeft, volgt er in 1992 een solotentoonstelling die een reuze succes wordt. Wat onmiddellijk opvalt, is dat de schilderijen voor deze tentoonstelling een stuk lichter zijn. Sterkenburg heeft het licht van het oosten gezien. Een mooi voorbeeld is dit havengezicht, met het in Hongkong zeer bekende oranje vuilnisbootje aan de rechterkant. Dit doek en een schilderij van de sleepboot Ebro worden aangekocht door de Swire Group, een begrip in Hongkong. 19 van de 20 schilderijen voor deze tentoonstelling worden binnen 2 weken verkocht, waaronder dit havengezicht met de wijk Victoria op Hongkong Island rond 1900. Dit schilderij wordt voor de opening van de expositie in 1992 al verkocht aan een bankier die de promotiefolder van de KLM heeft ontvangen, maar het schilderij pas ziet als het weken later in Hongkong aankomt. Ook bommen ontbreken niet op de tentoonstelling en worden al snel verkocht aan een Chinese zakenman. En tjalken vallen ook in de smaak. Leuk is ook het kleine werkje dat het dok in de haven van Harlingen voorstelt bij zonsondergang. De schilder heeft de compositie iets gewijzigd ten opzichte van zijn voorstudie. Op de schets is ook te zien hoe hij zichzelf voorbereidt, alsof hij naar beneden kijkt vanuit een helikopter. Zonnestand en ligging van de schepen worden duidelijk aangegeven. Het kleine doek wordt verkocht aan de directeur van een groot Nederlands bedrijf in Hongkong. Na zijn solotentoonstelling in Hongkong krijgt Sterkenburg een groot aantal speciale opdrachten. Met name zijn schilderijen met afbeeldingen van Hongkong, die tijdens de tentoonstelling worden verkocht, leveren een 20-tal nieuwe opdrachten op, waarvan dit een kleine selectie is. Ook eigenaren van privéjachten in Hongkong laten zich vereeuwigen op hun boten en zonsondergangen met Chinese vissersjonken blijven razend populair. De kunstenaar, die in 1992 verliefd werd op de haven van Hongkong, neemt zelfs in 1996 2 schilderijen van zijn geliefde haven op in zijn reizende tentoonstelling die hem naar Kuala Lumpur
Singapore, Jakarta en Sydney voert. Dat blijkt een vergissing, want de doeken worden niet tijdens zijn reizende tentoonstelling verkocht. Liefhebbers in Hongkong zijn er echter snel bij. En de twee schilderijen en een doek dat de haven van Sydney voorstelt, worden naar Hongkong verkocht. Zijn populariteit groeit en na terugkeer in Nederland stromen de opdrachten binnen. Eén daarvan komt van meester Frank van Gelder van de Stichting Maritiem Erfgoed, die hem vraagt om 4 schilderijen te maken van gebeurtenissen die tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. In 1999 krijgt Peter Sterkenburg de opdracht van de Nederlandse Marine en de Kustwacht om ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, een schilderij te maken dat de redding voorstelt van de bemanning van de Duitse zeesleper Wotan, die in 1990 voor de kust van Terschelling zonk na een aanvaring met het dok dat hij op sleeptouw had. Op een voorstudie valt te zien hoe de kunstenaar zich op deze opdracht heeft voorbereid. Interessant is een deel van de schets waarop hij van bovenaf, als vanuit een helikopter, naar beneden kijkt. De gezichtshoek en de positie van de sleepboot en reddingboot, als ook de reddingshelikopter, zijn duidelijk aangegeven. Het mannetje en de beschrijving zijn door ons toegevoegd. Het schilderij werd tijdens een speciale plechtigheid overhandigd aan de voorzitter van de KNRM. De allerlaatste grote opdracht voor de kunstenaar was een 7 meter lang schilderij voor de Holland-Amerika-lijn dat VOC-schepen voor Amsterdam voorstelt. Op deze foto wordt het schilderij met voorstudie afgebeeld. Helaas heeft de schilder het grote paneel niet af kunnen maken. Tijdens de Pasen van 2000 overleed hij volledig onverwacht en kwam er een einde aan het leven van een begenadigd kunstenaar. Peter Sterkenburg werd 44 jaar. In 2001 werd begonnen aan het maken van een biografie die een jaar later uitkwam. Het boek Met de Zee Verbonden beschrijft het leven van de schilder en zijn ontwikkeling als kunstenaar en is verrijkt met kleurenfoto's van meer dan 100 schilderijen.